Laten we het hebben over het thema: wie ben ik nou? Wie ben ik echt? Als je dat aan je partner vraagt, zal die zeggen: ja, dat is mijn partner, die is aardig, die is bezorgzaam, die is van alles en nog wat. Vraag je dat aan een vriend, die zal misschien andere accenten leggen. Maar wat zou er gebeuren als ik het vraag aan je vader? Oh, dat was mijn moeilijke zoon, die altijd dwars lag. Of aan je moeder? We hebben altijd heel veel zorgen om hem gehad. Ik geef zomaar wat ideeën die naar boven komen, hoe anderen naar je kijken. Maar wie ben je dan echt? Wie ben je echt? En wie je echt bent, dat weet jij natuurlijk zelf, voor een groot deel. Maar niet helemaal. Want jij speelt in het leven elke moment een andere rol. Je zou kunnen zeggen, elke situatie in jouw leven. Komt er een bepaalde rol om de hoek kijken. Die rol die noemen we gemakshalve deelpersoonlijkheden. Dus jij bestaat, als ik jou zie in een ronde vorm, allemaal opgedeeld in partjes, dan besta je dus uit onvoorstelbaar veel partjes. Dat zijn dus allemaal rollen die jij in bepaalde situatie naar voren brengt. De bedroefde, de angstaanjagende, de vriendelijke, de liefdevolle. De sensuele misschien wel. Weet ik voor wat? De mysticus? De heks? Wie weet welke rollen allemaal in jou zitten? En een heel aantal rollen van ons zijn verborgen. Die kennen we niet. Die, daar geven we geen aandacht aan. Maar luister eens naar het woord deelpersoonlijkheden: dat betekent dat die persoonlijkheid in jou een deeltijdfunctie heeft. Dus niet op de voorgrond staat, of altijd op de voorgrond staat. Maar op bepaalde momenten, wanneer het uitkomt in de situatie, staat die deelpersoon op de voorgrond. Maar alle deelpersoonlijkheden hebben de neiging, willen dat heel graag, om op de voorgrond te komen. En krijgen ze dat niet, krijgen ze niet de kans, dan gaan ze manipuleren en, en zover zelfs dat sommige deelpersoonlijkheden als gedrochten naar buiten kunnen komen. Waarschijnlijk tijdens dit korte praatje heb je al een aantal ideeën. Oh ja, die ken ik in mezelf, die herken ik, die herken ik. Oké, okay. ga nou met mij eens mee in de visualisatie om duidelijk te krijgen hoeveel persoonlijkheden op dit moment bij jou al aanwezig zijn in je bewustzijn. Dat doen we door een korte afstemming. Sluit je ogen als je het fijn vindt, of kijk anders naar een punt voor je op de grond. Richt je even op je aandacht. Adem in. En adem rustig uit. Doe dat een paar keer. Adem in. En adem uit. Adem in. En adem uit. En stel je dan eens voor dat je midden in de natuur staat. Ga nu niet bewust naar een plekje waar je ooit op vakantie bent geweest, maar laat het gewoon hier ontstaan. Je staat in een berglandschap, onder op een wei, en rondom je heen zie je bomen en struiken en bloemenvelden, wilde bloemen volop, en een mooie strak blauwe hemel. En dan zie je. Plotseling dat tussen die struiken en die bomen een breed pad naar boven loopt. En je bewandelt dat pad. Het is een veilig, breed pad. En je kunt duidelijk zien dat er af en toe tractoren of andere landbouwwerktuigen over dit pad naar boven zijn gegaan. En als je een tijdje gelopen hebt kom je aan op een hele mooie plek waar een bank staat. En vanuit die bank, vanaf die bank kun je werkelijk de vallei overzien, kun je alles zien, de schoonheid van de plek waar je nu bent. Je besluit om daar te gaan zitten en gewoon eens rond te kijken, te observeren wat je zo ziet. Beneden in het dal zie je een dorpje liggen en door het dorpje loopt een brede straat. Je ziet wat verkeer gaan en dan zie je tot je verbazing dat er een touringcarbus rijdt. Maar vreemd, die touringcarbus komt in de richting van het pad gereden. En even daarna is de touringcarbus helemaal uit je gezichtsveld verdwenen. Maar het is net of op je achtergrond of je iets hoort. Een wat brommend geluid. En dan kijk je verschrikt op... omdat je de touringcarbus op het pad ziet rijden... wat jij zojuist belopen hebt. En de bus komt dichterbij. Je denkt nog even, wat moet een bus hier... En dan, als de bus dichterbij komt, zie je voor op de bus heel duidelijk staan: deelpersoonlijkheden. En achter het glas zie je ze zitten. Een hele verzameling van jouw deelpersoonlijkheden zitten in de bus. En de bus stopt, stopt op de plek waar jij nu zit. De deur gaat met een zoef open. En kijk eens wie als eerste naar buiten komt. Herken je deze deelpersoonlijkheid? En wie komt er dan naar buiten? En dan. En zo komt de ene naar de ander naar buiten. Totdat je het idee hebt dat het hele gezelschap buiten staat. Maar jij gaat dan de bus in. En je ontdekt dat helemaal achter in de bus, in een hoekje, daar zit nog een deelpersoonlijkheid. Wie is dat? Herken je die? Praat met die deelpersoonlijkheid totdat die ook met jou naar buiten gaat. Dan staat het hele gezelschap, al jouw deelpersoonlijkheden, staan buiten. terwijl jullie even staan te genieten van het uitzicht, van de prachtige natuur, geeft de buschauffeur het zijn dat hij verder wil. De deelpersoonlijkheden stappen allemaal weer in de bus en de bus komt langzaam in beweging en jij ziet de bus verder rijden. Nagezwaaid door jou realiseer je heel duidelijk wie als eerste uit die bus stapte, en wie als tweede, misschien wel als derde, misschien heb je die ook heel duidelijk gezien. Maar je weet ook nog heel duidelijk wie je uit de bus bent gaan halen. Vanuit dit weten, vanuit deze ervaring, kom je weer terug hier in het hier en nu. Door bewust een keer in te ademen, uit te ademen. En bij drie open je ogen en ben je weer helemaal actief in het hier en nu. Eén, twee, drie. Een leuke ervaring om daar nu eens mee aan de slag te gaan. Ik ga je een klein geheim vertellen. De eerste die uit de bus stapt is de deelpersoonlijkheid die bij jou heel vaak, misschien wel te vaak, op de voorgrond staat. De tweede is er een die bijna daarmee bevriend is. Die ook vaak aanwezig is. En zo kun je ze allemaal nagaan. Maar het gaat mij vooral om de eerste. Om daar eens bij stil te staan. Want dat is belangrijk dat die af en toe. op de tweede plaats of op de derde plaats komt te staan. Maar niet steeds op de voorgrond staat. Maar sta vooral ook eens stil bij de deelpersoon die is blijven zitten. Want dat is de deelpersoon die behoefte heeft aan aandacht van jou. Bij die deelpersoon mag je komende periode meer stilstaan, meer aandacht geven. En dat doe je door jezelf de vraag te stellen, wat is nou de behoefte van, deel, van deze deelpersoon? Hoe wil deze deelpersoon gezien worden? Hoe hoort deze deelpersoon? Hoe ervaar ik het? Dus geef die deelpersoon wat ruimte, wat aandacht. En je zult merken dat er meer balans ontstaat in je leven. En vergeet niet dat jij uiteindelijk de regisseur blijft van jouw leven. Jij bepaalt op welk moment welke deelpersoon op de voorgrond mag komen. Ter ondersteuning zou je het artikel Wie ben ik? Durf ik mijn masker af te zetten? nog eens rustig na kunnen lezen. Dank je wel.